We gaan naar Leusden, waar een maand terug een man met veel geweld is overvallen in zijn eigen woning. En dat niet alleen. De daders hebben ook op zijn woning geschoten. Met deze gaten in de voordeur als stille getuigen. Er is een hoop te vertellen over deze zaak, daarover later meer. Maar eerst gaan we terug naar de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 oktober. In een appartementencomplex aan de Middellaken heeft een 31-jarige man die nacht bezoek van een jongen. Rond 00:30 in de nacht gaat de deurbel en de bezoeker maakt de voordeur open. Direct daarna stappen drie gemaskerde mannen de woning binnen. De eerste persoon richt zich direct op de bewoner en mishandelt hem flink. De tweede persoon richt een vuurwapen op hem en de derde persoon begint direct de woning te doorzoeken. Buurtbewoners die wakker zijn geworden van het kabaal bellen 112. Als agenten ter plaatse komen, heeft de bewoner gelukkig de overvallers zijn woning weten uit te werken. Helaas wel met gevaar voor eigen leven, want tijdens het vluchten weet een van de verdachten nog te schieten op de voordeur. Als agenten nog een zoekslag maken rondom het appartementencomplex, treffen zij nog een persoon aan met een bivakmuts op. De collega's hebben deze persoon uiteraard aangehouden. Ja, klinkt allemaal heel gewelddadig, Joost, en dat was het ook. We hoorden Tom net al even zeggen, die nacht is buiten het appartementencomplex al één persoon aangehouden. Ja, dat klopt. Het gaat om een jongen van 17 uit Groesbeek. Hij had een bivakmuts op en een doos bij zich. Ja, wat zijn precieze rol is geweest, dat weten we nog niet. Nee, dat wordt nog onderzocht. Waar waren die overvallers nou naar op zoek? Ja, daar kunnen we in het belang van het onderzoek op dit moment helaas nog niks over zeggen. Oké. Dan hebben we de jongen die op bezoek was bij het slachtoffer. Die jongen speelt een bijzondere rol in dit verhaal. Ja, het opvallende is dat hij tijdens die overval is verdwenen. Deze jongen zei dat hij Quinten heet. Hij is 17 jaar en hij zou uit Amersfoort komen. Nou, de bewoner die kende hem net. Hij kende hem dus ook niet goed. En hij had hem één keer eerder ontmoet, een week voor de overval. Was hij op bezoek geweest bij het slachtoffer. Nou, we sluiten zeker niet uit dat deze Quinten iets met deze overval te maken heeft. Mm-hmm. Ik heb een signalement van hem. Hij heeft een lichte huid. Hij is tussen de 17 en 18. Jaar oud. Hij is ongeveer 1,75 meter lang, heeft een dun postuur, heeft stijl donkerblond of bruin haar. De zijkant was kort en de bovenkant langer. En het hangt op zijn voorhoofd, het haar, tot aan zijn wenkbrauwen. Hij sprak Nederlands in straattaal. Nou, als er iemand is die hem herkent in dit signalement en weet ook wie dit is, ja, dan horen we dat uiteraard graag. Juist. Dan die drie overvallers. Wat kun je over hem vertellen? Ja, qua signalement weten we helaas niet veel. Ze hadden alle drie een bivakmuts op en donkere kleding aan. Nou, het slachtoffer meent gezien te hebben dat ze alle drie een donkere huidskleur kunnen hebben gehad. Het zou heel goed kunnen dat de drie voor de woningoverval natuurlijk al in de buurt van de woning hebben rondgehangen in afwachting van het moment dat die deur daadwerkelijk voor ze open ging. Ja. Nou, mogelijk hebben ze tijdens het wachten een tijdje in een auto gezeten en heeft één van hem op de uitkijk gestaan en na de overval zijn de daders waarschijnlijk heel snel vertrokken. Nou, we komen heel graag in contact met mensen die iets hebben gezien van voor de overval, maar misschien hebben ze ook wel iets gezien na de overval. Juist. Dit is niet zomaar een woningoverval, hè? We zeiden het al eerder, de bewoner is niet alleen mishandeld, er is ook geschoten op zijn huis. Dat klopt. Er is sprake geweest echt van een gevaarlijke situatie. Ja. En dat had echt heel anders kunnen aflopen. Nou, we zijn nog druk bezig met het onderzoek en we weten ook nog niet precies wat zich daar heeft afgespeeld. Nog even los van het motief dat ook nog niet bekend is. Ja, de burgemeester van Leusden heeft daarop besloten om de woning tijdelijk te sluiten. Nou, dat kan de buurt natuurlijk op rust zetten, hè? Dus die rust kan daar terugkeren. Mm-hmm. En tegelijkertijd geeft het ons de ruimte om goed onderzoek te kunnen doen. Juist. En nu? Hoe kunnen kijkers nu helpen? Ja, ik hoop dat er mensen zijn die de overvallers hebben gezien. Misschien zijn er mensen in de buurt die daar een camera hebben hangen en daar naar de beelden willen kijken. En als daar wat op staat, dan ontvangen we die natuurlijk ook heel graag. En verder horen we graag van mensen die een idee hebben van wat het motief nou is geweest van die daders. Waarom heeft dat juist daar plaatsgevonden? Ja. Je hoort het, jouw hulp is nodig. Weet jij meer over deze zaak? Woon je misschien in de omgeving van de Middellaken en heb je iets gezien op de avond voorafgaand aan de overval? Of herken je iemand in het signalement van de bezoeker die Quinten zou heten? Al informatie is welkom. Contact opnemen kan via de tiplijn 0800 6070 of via meldmisdaad anoniem 0800 7000 of via het online tipformulier op onze website.